Ja, wij vinden het belangrijk dat wij invulling kunnen geven aan al onze duurzaamheidsambities. En één daarvan is ook gewoon de uitstoot van CO2 verminderen. Uiteindelijk doen we ontzettend onze best om zo min mogelijk uit te stoten. Maar dat wat we niet kunnen reduceren in uitstoot, willen we graag compenseren. En dan is het hartstikke mooi dat we dat in een samenwerking met de boeren kunnen doen. Die ook hun nek uitsteken om CO2 op te vangen. En als we dat dan ook nog eens een keer doen met boeren uit de regio van Nijmegen, ja, dan is het win-win-win. Er is goed nagedacht over deze overeenkomst. Er is ook een goede reden dat er niet voor 1 jaar samenwerking, maar voor 5 jaar samenwerking is gekozen. Op deze manier krijgen ook de boeren continuïteit. Ja, als je een overeenkomst aangaat, en zeker rondom dit thema, dan kun je niet ieder jaar zeggen van we kijken of we doorgaan of we trekken de stekker eruit. Dan moet je ook de boeren enige continuïteit kunnen geven in het kunnen opvangen van die CO2 en daar een contract onder leggen. En voor ons is het ook belangrijk dat we het ergens ook die CO2-uitstoot kwijt kunnen. En dat het ook meerjarig tot plannen kunnen komen. Dus voor ons is het heel erg belangrijk om 5 jaar hier aan de slag mee te kunnen gaan. Maar voor de boeren ook. Maar het is belangrijk dat ZLTO en Stichting Vierdaagse Feesten de komende 5 jaar partners zijn. Dat is volgens Job dan ook de belangrijkste afspraak die ze hebben vastgelegd in de overeenkomst. Ja, ik denk dat de belangrijkste afspraak uiteindelijk is dat we gewoon tegen elkaar zeggen, de komende 5 jaar zijn we partners en gaan we werken aan al deze ambities. En gaan we kijken hoe ver we kunnen komen om de Vierdaagse Feesten aan de ene kant duurzamer te krijgen. En aan de andere kant ook aandacht te kunnen vragen voor alles wat waar de boeren mee bezig zijn rondom Nijmegen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En uiteindelijk vullen we dat in door allerlei afspraken te maken over allerlei ambities en uitstootvermindering, et cetera. Die ook ontzettend belangrijk zijn, maar gewoon het commitment naar elkaar toe vind ik het belangrijkste. Stichting Vierdaagse Feesten is erg blij dat deze samenwerkingsovereenkomst is ondertekend. Job benadrukt dat het goed is dat ze samen tot een akkoord zijn gekomen. Absoluut, anders had ik ze niet ondertekend. Dus dat betekent dat wij gewoon heel, heel blij zijn met deze 5-jarige overeenkomst. En ik denk dat we er met elkaar heel goed uit zijn gekomen. Dus absoluut tevreden. Ja.